Een nieuwe dag in FutureRP en vandaag gaan wij iets heel Goeiedag. Heeft u toevallig iets aan Vieshakjes Ecstasy? Wat is dat? Oh, bent u welk werk doet u? Ik werk in de zorg, man. Oké, dat was een heel rende begin. Vandaag gaan wij iets doen en we gaan vandaag namelijk de Mercedes A45 verkopen. Het is vandaag tijd om het dingetje om hiervan afscheid te gaan nemen, want ik heb deze nodig voor een hele bijzondere aankoop. We moeten de kofferbak natuurlijk wel goed leeghalen, dus dat gaan we eventjes doen. En dan gaan we even wachten op een persoon die hierheen gaat komen en die gaat mijn Mercedes A-klasse kopen voor 100.000. Ik moet zeggen, ik ga dit ding wel echt missen hoor. Dit ding is fucking ziek. Ik bedoel, ik heb hier altijd goede tijden mee beleefd. Dat ding trekt oprecht, echt oprecht rete snel op. Het is niet normaal hoe snel dit ding optrekt. Alleen ja, er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En ik vind nog steeds de Golf vind ik veel beter rijden dan, zeg maar, dit ding. Ik heb met de koper afgesproken om deze over te kopen voor 100.000. Dus dan komen we op een mooie 440.000 netto op onze bank. En wat wij dan als volgende gaan doen, is wij gaan een pistool kopen. Ja, het gaat gebeuren, jongens. Eén deze afleveringen van Future gaan wij gewoon een pistool kopen. Hij zegt dat het er over 1 minuut is, dus dat is sowieso chill. Ik zeg eventjes, is goed bro, zie je zo uit de teken, pats. Dus dat is sowieso chill. Heb je nou zin in deze aflevering? Laat sowieso eventjes een like achter. Vergeet zeker niet te abonneren. En dan gaan we vandaag weer een spannende dag beleven in Future. Met het beginnen van mijn A-klasse verkoop voor 100.000. Ik had dus van Vito gehoord, dus de baas, de underboss van Alba, dat er één deze dagen dus een pistool geleverd kan worden. Ik heb gisteren al even contact gezocht van, yo, hebben jullie al wapens binnengekregen? En hij zegt, helaas hebben wij nog geen wapens binnengekregen van de dealers. Dus we moeten nog steeds even wachten totdat hun wel de wapens binnen hebben. Is dit de persoon die we uit de oven komt kopen? Dag. Yo, goeiedag. Ben jij de persoon die de A-klasse van mij komt overkopen? Ja, man. Lekker, man. Hey bro, ik wil je wel even zeggen. Het is wel een bakkie, hoor, dit. Hey? Ik weet het. Ja, het is wel een leuke auto, toch? Wat zeg je? Het is wel een leuke auto. Het is een hele leuke auto. Hij trekt ook echt rete snel op, hè, bro. Topspeed is 252 uit mijn hoofd. Hij trekt echt fucking snel naar die topspeed, man. Ja, het is vooral dat ik het wel een leuke auto vind. Dus ik kan ook een lekkere chillen, toch? Ja, man. En hij is ook gewoon dik. Hij is gewoon dik. Dat is ook echt een feit. Gewoon lekker. Ik zou hem wel deze kleur houden als ik jou was. Maar, ja, dat is wel het beste, zo. Ja. Wil je hem nog controleren, of... Ja, ik check wel even de topspeed en dan Klap ik het wel toch. Dat ziet er top uit, man. Gelukkig. Even kijken. 26, even, hè? Ja, 620. Even een tonnetje. Ja, ik maak even een euro over. Die heb ik, denk ik. Daar gaat hij. Kijk eens, stoppen, man. Oké, hoe... Ga je zelf voor besparen dan? Ik heb momenteel zelf al gewoon genoeg aan auto's. Maar ik had deze gewoon nog staan, dus ik dacht even een tonnetje erbij. Zat het lekker. Maar voor de rest niet echt iets specifieks. Oké, hoe geef ik jou die sleutels? Jij moet ernaast zitten, toch? Nee, dat hoeft niet per se. Jij moet gewoon achter het stuur zitten. En dan is het gewoon, geef sleutels 526. Geef sleutels 526. Het wel een spaartje. 526, toch? Ja, man. Heb je ze? Ja, man. Kijk, topper. Hey, maat, ga er zuinig mee om. Het was altijd mijn schatje. En geniet ervan, ouwe. Hey, succes. Ciao. Aight, we hebben weer een ton erbij, ouwe. Fucking chill. Ja, hier liggen 4 ecstasy zakken, maar ik heb daar echt helemaal niks aan. Goed, we gaan even de Golf pakken. Dat ging bijna fout. En dan gaan we even naar ons appartement toe rijden. Want in ons appartement ligt ook nog een flinke stack aan zwart geld. En als we dat kunnen wassen, dan hebben we oprecht gewoon, ik denk, 5 ton meer. We hebben dan meer dan 500.000. En dan kunnen we die pistool echt makkelijk kopen. Oh jongens, we zitten echt oprecht. We zitten echt geblest met money, ouwe. 360.000 gaan we betalen voor die pistool waarschijnlijk. Dus als wij nog een ton erbij hebben, dan houden wij nog 180.000 over, ouwe. 180.000 houden we dan over.
Want als het goed is, zit er nu in mijn appartement. We gaan even naar binnen lopen, dan ga ik jullie even precies zien wat wij daar nog hebben liggen. Kijk, daar ligt nog 186k aan zwart geld. Die repair kit doen we straks wel eventjes in de auto. Maar 186k aan zwart geld, dat is echt een flinke stack. Ik verwacht dat we daar nog wel 3 ton van kunnen maken. En dat kunnen we wel ongeveer voor 60%, voor 60% wassen. Dus dat is sowieso chill. Alsjeblieft, auto ga open, dankjewel. Voor 60% in ieder geval wassen. En als we dat doen, dan hebben we dus 180k weer erbij, hè. En dan komen we dus op 620k. Min 360k, dus dan houden we 260k gewoon schoon over. Hallo meneer? Orde. Oké, nou, het zal wel. Laten we eventjes ondertussen naar de daily toe rijden in Paletto. En laten we even onze daily gaan doen. En dan gaan we ondertussen nog even bijpraten. Oké, onze voortgang richting Paletto is gestart. En we zijn aan het rijden richting Paletto om natuurlijk appeltjes te gaan plukken. Want het is altijd zo, er wordt altijd tegen mij gezegd, Mello, doe alle twee je dailies alsjeblieft op een dag. Want als je dat doet, dan betaal je in ieder geval weer je huur van je appartement. Ik zit eraan te twijfelen om binnenkort misschien wel mijn appartement te gaan kopen. Dus echt gewoon een ton te betalen voor dat appartement. Want nu huur ik hem natuurlijk voor 2,5k per dag. Ja, en als ik gewoon in één keer een ton betaal, dan hoef ik nooit meer huur te betalen. En dan, ja, heb ik hem binnen 40 dagen heb ik het er eigenlijk alweer uit. Dus laat me even weten in de comments. Moet ik mijn appartement gaan kopen? Laat het gewoon even weten. Dan weet ik in ieder geval een beetje wat ik moet gaan doen. Weet je wat me trouwens ook wel een keer handig lijkt, jongens? Is om een keer een winkeloverval te gaan doen. Want ik zit nu wel allemaal te denken van, joh, ik ga natuurlijk een pistool kopen. Dit, dat, zus, zo. Maar ik heb ook nog twee mesjes liggen. Waarom de fuck doe ik daar gewoon niks mee? Dus wat ik dus ga doen is ik ga in de volgende video proberen een winkeloverval te gaan doen. Maar het punt is, er is nu volgens mij niemand online van Alba. Dus we kunnen niet echt hostages pakken. Want hun hebben tegen mij gezegd, yo Mello, als jij een winkeloverval gaat doen, connect ons dan. Want met mesjes ga je het gewoon niet redden. Je gaat met mesjes niet het redden om mensen te hostagen. Want mensen gaan wegrennen en zo. En mensen gaan niet meewerken. Dus ik zeg van, ja is goed, ik neem dat aanbod van jullie wel gewoon aan. En ik bel jullie wel gewoon op het moment dat ik zeg maar een winkeloverval wil gaan doen. Jullie kunnen natuurlijk aan mijn stem nu wel een beetje horen. Ik ben een beetje verkouden. Ah, godsamme. Het is heel vervelend. Ik ben een beetje, ja, wat is het? Ik ben een beetje ziekjes of zo. Het is een beetje, ik denk dat het een beetje een griepje is. Het is niet zo heel bijzonder. Maar hoeveel gaan we uit deze daily krijgen, man? Ik hoop echt gewoon, ik ga gokken. Ik gok op 3100 euro. Als we dat krijgen, zou wel even lekker zijn. Even boven die 440k uitkomen. Dat is altijd gewoon chill. En wat ik natuurlijk ook zat te bedenken is, we kunnen die A-klasse natuurlijk altijd weer terugkopen, weet je wel. We kunnen altijd gewoon weer, als we die A-klasse echt gewoon heel erg missen, kunnen we altijd zeggen van, yo, koop hem gewoon weer terug. Niks aan de hand, hè? We kopen gewoon dat dingetje weer terug. Hij is namelijk fucking ziek. Maar momenteel moeten we met ons geld even wat andere dingen gaan doen. Oké, hier nog even plukken. En dan moeten we die boom die hij ook heeft nog eventjes plukken. En dan krijgen we onze daily binnen. Ik hoop echt dat het gewoon echt een goede daily wordt, jongens. Ik heb wel even wat geld nodig. Er gaat een grote aanschaf gedaan worden. Van natuurlijk een pistool. Hoeveel gaat het zijn? Oké, ik zei 3100 euro. Hoeveel gaat het worden? Het is, dames en heren, 2700 euro. Dat is niet verkeerd. Ik had al wel, ik zat wel in de buurt. Ik zat er 400 euro vanaf. Zoiets. Dus dat is wel gewoon fijn om te zien. Wat mijn vraag ook eigenlijk aan jullie is, wat moet ik gaan doen met mijn geld op het moment dat ik een pistool heb gekocht? Ik vraag me dat oprecht af. Moet ik een betere auto halen om mee te schieten in de sneeuw? Of gewoon überhaupt een betere daily driver? Want ja, ik zeg eerlijk, ik kan wel mooi in deze, hè, in deze golf gaan schieten. Maar het is niet dat je zegt van Joepie de poepie of zo, weet je wel. Het is niet geweldig. Oké, we moeten even nog langs deze winkel even wat eten halen. Ja, die auto blijft dik. Ik zit ook gewoon te denken om zo'n RS6 te halen, weet je wel. Alleen zo'n RS6, jongen. Oh, dat ding is veel te duur, foelie. Ik had er van Vito, ik mocht er van Vito toen lenen om zakjes te kopen, maar oh, dit ding is zo duur, jongen. Dat slaat echt helemaal nergens op. 10, waar sta je? Cheeseburgers, het zo. Lekker, man. Even cheeseburgers erin. Ja, dat vindt ook altijd lekker. Oh, nee. Oh, ik had echt even, ik dacht even dat hij mijn raam ging intikken, ouwe. Oké, laten we weer even terug gaan rijden naar ons huis. En dan gaan we even kijken hoeveel het eigenlijk kost om dat huis te kopen. Want ik denk dat ik dat huis wel moet gaan kopen. Want die huur, ja, ik word helemaal niet.
Oké, we kunnen dan weer langs de grenspost. Er staat gelukkig weer niemand. Ja, we hebben ook niet echt iets illegaals op zak of zo. Maar ik ben eigenlijk ook nog nooit in die gevangenis gekomen, man. Ja, het punt is, ik doe niet zoveel illegale dingen. Ja, ik verkoop natuurlijk alleen zakjes. Ik pluk alleen zakjes. Ik ben eigenlijk vooral de laatste tijd heel veel aan het grinden. En ja, sorry als dat saai is om te zien, jongens. Maar ja, ik moet stappen maken natuurlijk, hè, jongens. Maar de komende video's gaan sowieso echt lid worden. Want we gaan natuurlijk, hè, Wink OV staat op de planning. Er staat op de planning dat we... Oh, dit. Ik denk dat hij een repair kit nodig heeft. Er staat natuurlijk ook op de planning dat we een wapen gaan kopen. Er komen wel echt heel veel zieke dingen aan. Maar momenteel zijn we gewoon even bezig met de puntjes op de i te zetten. En ja, dat is gewoon even een dingetje, snap je? Het is gewoon even een dingetje om dat allemaal te doen. Maar we zijn bijna bij het appartement. Volgens mij uit mijn hoofd was het 102k. Ik weet het echt niet helemaal zeker meer. Maar laten we het gewoon even... Oei, laten we het gewoon even bekijken. En dan weten we in ieder geval wat we moeten uitgeven voor dat appartement. Ik hoop echt niet dat het veel is. Want ik ga het sowieso niet nu kopen. Maar ja, we kunnen wel een beetje weten hoeveel het is ongeveer. Oh, dat kan ik nu zeker niet zien. Oh, dan moet ik eerst mijn huur opzeggen. Nou, ik weet in ieder geval dat volgens mij uit mijn hoofd was het 102k of zo. Iets in die richting. Ik weet niet precies meer wat het bedrag eigenlijk was. Oké, mij lijkt het nog verstandig om even langs een guardian toe te gaan. Heel eventjes kijken of ze daar nog wat leuks hebben staan. En dan kunnen we ons misschien gaan focussen op in ieder geval een volgende auto. Ja, die Golf is natuurlijk wel leuk. Alleen ja, het rijdt... Oh, weer die flitser. Het is natuurlijk niet de auto om natuurlijk in te gaan schieten, et cetera. Dus we moeten even gaan kijken of er misschien wellicht wel een leukere auto daar staat. Kan ik wel helpen, meneer? Een hele goede dag. Eigenlijk wel. Hoe zeg je het eens? Ik zie daar die Jeep staan, hè. Welke Jeep? Die SRT? Ja, die SRT, man. Wat is die? Is die ook in de verkoop, of niet? Ja, maar die is wel een beetje prijzig. Ja? Want wat is 880k. Hoeveel? 880. Oké, en wat is de reden dat deze zo duur is eigenlijk? Mag over rood, gaat 290. En rijdt goed. Oké, dus hij is fully. Ja. Ook met panzer of? Nee. Geen panzer. Fully XX. Ja. Zou ik daar toevallig eens een testrit in mogen maken? Dat mag. Ja? Top. Als je hem maar niet kapot erin brengt. Nee, ja, bij mij is hij aan de achterkant al flink kapot. Maar, ja, dat weet ik. Oké, nou, ik ben zo terug. Oké, we gaan even... Hij is wel echt lelijk, man. Maar waarom wordt deze auto nou zoveel gekocht? Ik vraag me dat oprecht af. Die SRT, man. Die SRT, daar rijden veel mensen in, hoor. Oké, hij rijdt oprecht wel echt goed. Even een bochtje. Bro, hij slipt niet, man. Ik zie precies de reden waarom deze gewoon gekocht wordt. Ik zie mis... Bro, dit ding rijdt fucking goed, ouwe. Holy shit. 880k wel, hè. Dan ben ik echt gewoon een tijd... Mijn serie gaat weer eens aan. Flikker op, joh. Ja, ik zie wel de reden waarom deze zo duur is, man. Deze rijdt wel echt fucking goed, oprecht. Hij kan ook off-road. Kan hij ook goed off-road? Ja, hij zit fucking goed off-road ook. Oké, dit is echt compleet mijn eigen schuld. Oh mijn god, Mello. Oké, niks gebeurd. Niks aan de hand. Niks aan de hand. Ja, hij rijdt gewoon goed. Ja, ziek. Ja, deze auto is fucking goed, ouwe. Holy shit. Uh-oh. Oh mijn god, hoe heb ik dit ooit voor elkaar gekregen, maat? Oh. Ik ga even hulp vragen aan iemand. Oh mijn god. Lijpstrijder. Hallo? Meneer, wat is hier gebeurd? Ja, het ging niet helemaal goed, meneer. Kunt u me alsjeblieft ombeuken? Wat moest u kloppen? Kloppen? Ja, of nee, ik was... anders nee, ik had deze testrit. Wat? Ik had dat testrit en ik rijp er nog een keer van die dam af. Oh. Oh mijn god, ik hoop dat hij me kan helpen. Oh nee, ik dacht dat hij... Wat doet hij? Oh, ik dacht al. Ik dacht dat hij gaat wegrijden, ouwe. Oh, hij gaat me echt een volle beuk geven. Oh nee.
Bro, je bent geweldig, man. Dankjewel, bro. Ja, man. Yo. Yo. Ik was degene van de melding, maar deze, die man daar heeft me geholpen. Maar mijn auto is wel kapot. Oh, ja. Dan maak ik die wel even, ja? Ja, top. Dankjewel. Ja. Ik heb geen sleutels. Oh. Is dat een probleem? Ja, nu kun je er niet meer in. Kut, nu kan ik er ook niet meer in. Ja, oh mijn god. Niet meer in, meneer. Kunt u ja, hem niet, dat is niet handig. Kunt u hem niet openlassen? Nee, dat ik heb hem gestolen. Nee, ik bedoel een testrit. Nee, dat kunnen we niet. Oh mijn god. Oh, wat ben dan ik. Kan je een lift geven? Ja, is goed. Dat zou top zijn. Oké, volgens mij is hij niet blij met het feit dat ik hem heb getestrit. Maar ja, oké, het zal me een worst wezen. Ik weet in ieder geval nu dat hij gewoon goed rijdt. Want ik zie die SST's altijd rijden in de sneeuw. En ik denk altijd van, waarom is dat ding zo speciaal? Maar nu weten we het in ieder geval. Oké, we gaan onze auto lekker wegzetten. En we gaan Future weer verlaten. Want het is voor mij vandaag weer even genoeg geweest. We gaan er lekker uit. Doen even lekker even quit. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Laat sowieso even een like achter als je de video leuk vond. En dan zie ik jullie bij de volgende. Laters.